Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Top Insecten. We hebben nog een klein stapeltje. We gaan er gewoon mee door. We gaan kijken hoe ver we komen. We hoeven volgens mij nog maar 4 plaatjes. Dus dat, we komen steeds dichterbij. Maar er gaan natuurlijk steeds meer dubbelen komen. Ja, en de afleveringen gaan dan ook wat korter worden natuurlijk. Omdat we niet altijd heel veel te doen hebben. Keizersmantel, 34,2. Laten we eens gaan kijken. Of we een... ik hoor allemaal gerammel en zo. Een beetje raar. 34,2. De keizersmantel, die hebben we al. We gaan wel even de tatoeage eraf halen. Even opruimen. En opzij leggen. Een keizersmantel in het echt. Oh, dat was het lawaai. Een keizersmantel in het echt bekijken. De makkelijkste plek in Nederland om keizersmantels te zien is in het gebied Meijendel. Ja, dat had ik jullie al eens verteld, hè. Dat is in Wassenaar. Daar komen wij regelmatig. Dat is een hele leuke plek om te wandelen. Je hebt er ook runderen die in het wild loslopen en zo. Dus dat is heel cool. Maar wat niet zo cool is, is dat we hem natuurlijk al hebben. Dat is een beetje jammer. Maar hij is wel zeldzaam. Dus ik vind het wel cool, wel leuk dat hij bij ons in de buurt is. De rode bosmier weet ik zeker dat we al hebben. Ja, hier is hij. Die heb je ook in Meijendel. Oh, kijk, dit is dan wel jammer. Hij blijft hier erop zitten. De eerste keer dat me dat overkomt, eigenlijk. Zo. Samen met de stinkkevers, met die mestkevers die zo'n vieze geur achterlaten. Ik moet over dit kaartje heen wrijven en zo. Dat heb ik 1 keer gedaan. Dat doe ik nooit meer. De huisvlieg hebben we ook al. Kunnen we daar nog wat nieuws over vertellen? Laten we eens zien. Wist je dat alle dieren op de wereld samen een soort ketting vormen? De mug drinkt bloed, spin eten muggen, vogels eten spinnen. Zo gaat het maar door. Dat noemen we de voedselketen. Ja, dat wisten we al. Even kijken, er staat nog iets anders leuk. Het is in huis. Een muggensteeksnuit is net een Zwitser zakmes. Het bestaat uit wel 7 verschillende onderdelen. Oké, dat wist ik niet. De aardhommel, die hebben we ook al. Kijk, de aardhommel. Wat zegt hij? Heerlijk dat gezoem van hommels in mijn kas. Als ik even een kop koffie drink, werken zij ondertussen lekker door. Ja, bijen en zo, die werken echt keihard. Die doen niks anders hun hele leven. Ik heb er nog 2. Het ziet er niet goed uit, hè? Niet zo veelbelovend. Lieve heersbeestje, die hebben we ook. Die zijn hartstikke relaxed in kassen. Ja, daar worden de telers heel erg blij van dat die er zijn. Maar ja, ik niet, want ik heb hem al. Even kijken hoor. Wist je dat sommige Albert Heijn aardappelboeren hun randen van een akker inzaaien met bloemen? Daar komen dan verschillende insecten op af. En hoe meer, hoe gezonder de akker. Nee, dat wist ik niet, maar nu wel. En nu weten jullie het ook. Oké. Laatste heb ik er in ieder geval 1. De vanille bij. Ik denk het niet, want... Nee, wist je dat de smaak van echte vanille van... Zo. Wist je dat de smaak van echte vanille van de vrucht van een orchidee komt? Er zijn maar een paar soorten bijen die bloem kunnen bestuiven. En de vanillebij is er 1 van. En volgens mij gaat het over Madagaskar. Ja, op Madagaskar komt de vanillebij niet voor. De bloemen van de vanilleorchidee moeten daardoor mensen met de hand bestoven worden. Een tijdrovend werkje. Ja, en ze krijgen er ook niet veel voor betaald. Het zijn heel veel... Ja, het is arme mensenwerk. Nou, dat waren deze kaartjes. Ik moet er nog maar 4. Maar ja, als ik er alleen maar dubbele uithaal, dan wordt het lastig, hè? Dan gaat dat niet zo goed. Het wordt steeds spannender. Kom volgende keer weer naar me kijken, terwijl ik deze pakjes openmaak. Ik weet alleen niet wanneer dat zo is, want ik heb weer nieuwe kaartjes nodig. En dit is toch €70 aan boodschappen, dus ik moet mijn familie echt... heel erg lief aankijken. Want anders haal ik niet genoeg plaatjes. Maar ja, we hebben nog even. Het gaat tot en met de 14e door, geloof ik. Dus
Nou ja, tot die tijd blijf kijken, blijf mijn kanaal in de gaten houden. En tot de volgende keer. Doei doei.